Hallo mensen van Dus David Games, mijn naam is G-Typo en wij gaan vandaag verder met Tokyo Jungle. Hoofdstuk 11 door het riool. Oeh, zo spannend. Maar ja, mijn dag gaat zoals gewoonlijk weer super lekker. Ik ging vandaag vroom vroom in de auto. En ik heb niemand aangereden. Helaas, trommels zeg. Oh shit, nu het niet gelukt is de troepen over te nemen, hebben de nomaden iets nieuws bedacht. Ze gaan helemaal los, jongens. Ze eten beagles. Warf. Ze willen de beagles gaan aanvallen. Jongen, dat lukt je niet. Die hyena's zijn de fucking sterk, joh. Of ze gingen gewoon samenwerken. Holy shit. Oh, snap. Die leeuw is bloedserieus. En dan kan je helemaal niks aan doen. Oh snap, oh god. Die beesten gaan helemaal los, jongen. Holy shit. Dit is de strijd der strijden. Met ijzeren klauwen en weet ik veel wat. Van alles en nog wat. De hyena's hebben een nieuwe opdracht gekregen. Oh, wat zal het zijn? Eigenlijk lijkt die hyena best wel... Oh. Oké, we moeten dus naar de beagle-leider en dan moeten we... Tja, doen en dan... Victory! Oké, mooi. Tja! Dit wordt zo makkelijk, hè. Oké, laat... Oh, wat? Oh, nee. Dit is een stealth-missie. Shit. Fuuu. Ah, nee. Waarom hebben ze me dit niet verteld? Dat dit een stealth missie was. Kakzooi. Ik haat dit soort missies echt zo in Tokyo Jungle, hè. Perfecte kill. Oh. Nice. Nee, je hebt me helemaal niet gezien. Fuck jou. Ah. Nee, niet alweer. Opnieuw. Een hyena loopt fucking raar als hij springt. Maar dat maakt allemaal niks uit, want ik hou van stealth missies. La 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 la, stealth missie. Ga eens weg, hond, hond. Nee! Fuck jou. Dit was zo... Dit duurt echt nog meerdere malen voordat ik hier eindelijk echt wegkom. Nog een keer! Poging 3 alweer. Hey. Ja, ik kan hier toch niks zien. Jezus Christus. Bloody blariol. Ok. Nou, we weten al wel ongeveer hoe we moeten lopen. Dit doen wij gewoon zo. En doen wij hoppa. Hey, kunnen we hierop? Nee, ah jammer. Hier wachten we even tot de beagle weg is. Beagle, draai om, please. Oh god. Beagle, pst, kijk weg. Oké, dit kan volgens mij wel. Oh ja! Oh nice, niemand heeft het gezien. Nee! Ah, fuck. Beagle, fuck are you? Ik denk dat dit sowieso 2 afleveringen lang gaat duren voordat ik eindelijk hier sneaky aan de andere kant ben. Nog een keer! Yay! En ik maar denken dat deze game makkelijk was. Haha, fuck jullie gekke Japanners die deze game hebben gemaakt. Denken pro te zijn. Oké, dit gaat gewoon nog... Kijk, ik kan nu al bijna gewoon zo... Nee! Ah, fuck! God dang it. I hate you! Fuck are you! Nou, trouwens. Ronald kijkt toch niet deze video.
Maar morgen is Ronaldjaar. Oh nee, overmorgen is Ronaldjaar. Maar morgen gaan wij, hebben we met de groep, gaan we een cadeau bestellen voor Ronald. En hopelijk doet hij een unboxing video van. Omdat zijn 17e verjaardag is, hebben we echt een super geniaal cadeau. Ik denk dat hij er wel blij mee is. En anders zien we het wel wat hij ermee doet. Ik ga geen tips geven, want stel Ronald kijkt wel deze video, dan is dat pittig ongemakkelijk. Want dan zit hij van, ah, ik weet het cadeau, en dat willen we dus niet. Want het is eigenlijk de bedoeling dat dat cadeau echt één grote verrassing wordt. Dat hij eigenlijk echt gewoon een soort slap in zijn gezicht krijgt van verrassing. Dat is eigenlijk mijn ultieme doel. Oh. Onder, jullie hebben niks gezien. Helemaal niks aan de hand, joh. Zo moeten wij toch? Oh, hier kunnen we niet door. Ja, lekker. Oh, wacht. Hier kunnen we wel door. Lol. Ik faal. Verkenners. Oh, no's. Snel in de ventilatieschacht. Want niemand heeft dit door. Oh, nee. Noes, oh shit. Zeg alsjeblieft dat ik niet helemaal in het begin hoef te beginnen, hè. Ah! Ik haat jouw game, ik haat je game, ik haat je game, ik haat je game. Want ik moet heel deze scheidmissie straks nog 20.000 keer opnieuw doen. Want ja, deze missie is gewoon superleuk, superleuk, superleuk. Deze missie is gewoon superleuk. Shalali, shalala. Beagle, beagle, schiet op. Beagle, beagle aan de wand. Je krijgt straks een klap voor je tand. Nee! What the fuck? Wat? Nee, dude, we zien alleen maar de balie. Puh. Je bent gezien, haha. Silly game. Kan helemaal niet. Oké. Okay. Poging, ik ben de tel kwijt. Ik heb deze game nou al zo, deze missie zo vaak al gedaan in één deel. Dat ik hem nu al niet meer leuk vind. En dan zit ik nou heel de tijd al over te zeuren. En I don't give a fuck. Tokyo Jungle is gewoon super stront irritant als het komt met deze stealthy mission. Zou je van, oh nee, de beagle ziet jou. Alleen omdat je net iets te vroeg uit een bosje sprong. Of als je zo net zoals mij net missprong. Oké, okay, kom op, beagle, beagle. Perfecte kill, nice. Ik moet mijn virusscanner eens gaan updaten. Wat? No! Deze fucking game. Drinken. Misschien word ik daar minder gestrest van als ik wat water drink. Mijn innerlijke zen is dan veel beter. God dang it! God dang it! Innerlijke zen is dan helemaal tot rust. Waardoor wij deze game met een open gedachte kunnen gaan spelen. Om te zorgen dat dit beest bij de alfa-leider van de beagle kan komen en al roar kan doen en dan is de beagle dood. Still a better love story than Twilight. Ah, ah, ah. Laat maar. Als je hem kent ben je wel baas. En je hebt een hekel aan Twilight. Oké, okay, eet, eet. Sure, like, niemand ziet dat. Oh, wat is dat? Oh ja, dat is mijn broer, die wordt opgegeten. Niks bijzonders. Oh nee, spring snel in de ventilatieschacht, want er komt een troep beagles aan. No. Beagle, draai om. Damn. Oh snap, kijk dit plan. Oké, okay, Beagle, je draait nu nog een keer om. Ja, en dan draai je weer terug. Dan ga ik zo de bosjes in. En dan go kung fu. Nee!
No, it's the Kung Fu's. No. Nee, je toch niet, hè? Oh man, als het deze keer niet lukt, dan kan echt... Dan kan de pot op, dan doen we de volgende aflevering wel YOLO helemaal in één keer. Flawless. Ga ik gewoon net zo lang spelen totdat ik eindelijk een keer een smooth run heb. Die gewoon in één keer woesh, vlekloos gaat. Speedrun kunnen we het haast gaan noemen. Oh, god fucking dang it. Deze game. Ik heb zin in morgen. Kom mijn nieuwe toetsenbord binnen. Daar ben ik heel blij mee. Nogmaals, dankjewel David. Als je deze video... Fuck jou game, fuck jou. Je kan de pot op, ik heb hier geen zin meer in. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik haat deze game. Serieus, fuck jou. Kut game, gaan niet eens op pauze. Hier, stik er maar in. Mijn batterij is bijna leeg. Ik ga de game beëindigen. Fuck you. Zo. Nou mensen, bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het heel leuk vond. En ik zie je in de volgende aflevering.